welkom bij een nieuwe stream. Eigenlijk was ik niet eens van plan om vandaag live te gaan. En toen zag ik van de week dat die Summer Cup, de Mario Kart Summer Cup, is vanavond. En toen dacht ik, oh, dat is wel leuk om op stream te doen. Ik kan het natuurlijk gewoon heel lui op de bank doen met de Switch aan de televisie. Maar ik dacht, we gaan hem gewoon op stream doen. En dan kunnen jullie meteen kijken wat voor een noob ik ben. Ik heb wel eens vaker natuurlijk ook Mario Kart op stream gedaan. Op zich, ik vind dat ik er redelijk in ben. Dankjewel, Björn. Meteen al succes wensen. Ik vind op zich dat ik er wel redelijk in ben, hoor, met Mario Kart. En ik race wel eens bij andere streamers ook mee. En ik heb natuurlijk zelf ook wel eens gestreamd. Nou gaan heel veel mensen in de Benelux die dol zijn op Mario Kart, gaan dit spelen. En we worden dus ook, ze hebben dus zo ingesteld dat ik kan dan in een toernooi stappen. En dat is dus 12 races. Maar na elke vierde race word je in een nieuwe lobby gegooid. Dus er is telkens een mix met mensen. Dus ik vrees er gewoon dat ik gewoon consequent 12e ga zijn. Want ik heb dus geen idee met wat voor goede mensen we nu in de lobby gaan komen. En het gaat me ook helemaal niet om de winst. Ik wil gewoon kijken, ja, wat ik kan. Of ik een beetje hoog kom. En wie weet of we ook wat leuke momenten gaan beleven. Als je trouwens zelf mee wil doen. Het is van 7 tot 8. Nou, het is nu 5 over 7. Dus we hebben nog 55 minuten. Als je mee wil doen. Dit is de code. Die doet het niet. Waarom niet? Streamlabs. Foei. Of ben ik foei? Even kijken. Oh, haha. Woep woep. Alweer 16 maanden bij deze leuke meid. Succes met kartentopper. Dankjewel, Bianca. En jeetje, 16 maanden. Het was trouwens mijn foei, want ik had wel al de hele nieuwe code erin gezet, maar ik had de commando niet aanstaan. Hey, ook Annette. Kijk, uitroepteken code als je mee wil doen. Dit is dit. Daro. Leuk. Nee, daar. Dat is de code die Nintendo heeft voor de Summer Cup toernooi. Daar gaan we dus zo meteen in. Ja, 16 maanden. Tijd gaat echt hard. En je mag een vlag kiezen. Dan gaan we die nog even schrijven. Maar ja, het wordt deze, toch? Bianca gaat voor geel. Waarom vraag ik het nog? Wil je het echt weten? Dit kan of sarcastisch zijn van, het is geel. Of dit kan het zijn van, ja, maar ik wil eigenlijk een keertje een ander kleurtje. Maar ik ga er gewoon vanuit dat je geel wil. En anders hoor ik het wel een keer. En dan is het voor een toekomstig vlaggetje. Maar hier ben je. Een geel vlaggetje. 16 gewoon. Natuurlijk is het geel. Yes. Even kijken. Oh, die van 15 haal ik eruit. En die van 16, je had een mooi plekje vooraan. Nou, daar sta je weer. Thanks voor je subje. Oké, Mario Kart dus. Het is bijna 8:10. Laten we gaan beginnen. Kijken of ik het kan. Kijken of, ja, hoe het mij gaat verlopen. Welke plek ik ga krijgen. Hey, Miss Divi. Oh, 7:10. Wat zei ik? Annette zegt, ik ga ook zeker een paar rondjes meedoen. Oh, ik zei 8:10. Nee, dan zijn we te laat natuurlijk. Dan is het al voorbij. Nee, 7:10. Dus we hebben nog 50 minuten om die 12 races te doen. Ik ga het echt grappig vinden als ik bijvoorbeeld Annette, als ik jou tegen ga komen. Ik weet dat Jessie ook mee gaat doen. Op dit moment, ik ga even kijken hoor. Ik pak even de Mario Kart 8 categorie erbij op Twitch Nederland. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 mensen, waaronder ik, al op deze categorie. Waaronder Jessie dus. Honie zie ik. Goed gemutst. Dus dit wordt leuk. Ik ben echt benieuwd of ik wat namen ga tegenkomen in die toernooi. Waarvan ik denk, hey, die ken ik. Summer Cup deelnemen. Nou, ik ga gewoon met mijn eigen poppetje, met mijn eigen auto, met die wielen van Animal Crossing en deze Mii vleugels. Dit ben ik gewend. Ik ga nou niet lopen experimenteren met, oh, laat ik een keer dit proberen. En dan echt overal ervan afgaan. Oh, kijk, Animal Crossing. Ik ga even hallo zeggen. Ik weet niet wie er allemaal zijn. Zien we iemand die we kennen? Ik heb geen idee of er iemand bij zit die we kennen. Octganapus. Kies bewegingsbesturing. Ik ook. Kijk, wel een gemengd clubje. Wat mannen, wat dames erbij. Cakepop doet mee. We gaan zo meteen de namen zien. Ik ben benieuwd. Het wordt geen Animal Crossing. TikTok. Vind ik ook. Of TikTok, hoe heet die? Anne, Octanapus, Eve, Blue Jay, Dennis, Patro, Paul, Maaike, Max, Zandor, K-pop. Oh, eentje uit België en ik. Oké, ik zie hier geen naam bij waarvan ik denk, hey, die ken ik. Maar wie weet, na de vierde race kom ik in een nieuwe lobby terecht. Oké. Dit is normaal een baan die ik al uit kan. Nou, ik heb geen cadeautje in het begin. Kan. Het is niet leuk. Oeh.
gewoon 12e. Jeetje. Ik ben pas 1 keer van de baan gevallen. Ik ben nu al 12e. Oh, natuurlijk. Ik moet 10e. Oh, jeetje. Dit gaat een pittig worden. Nu wil ik wel een cadeautje. Yes, ik heb één. Komisch vind als ik de hele tijd achter ben, omdat we natuurlijk een toernooicode hebben waar heel veel het getal 8 in zit. Sowieso die arena, die Excitebike arena hier krijgen, want dat is gewoon een beetje mijn baan. Oké, even de switch eruit en de switch er weer in. Soms pakt hij maar niet goed of zo. Maar 6e! Ik ben trots! Ik zit gewoon in de bovenste helft. Net een keer van de baan afdonderen, hè? Welke gaan we nu doen? Ik doe die. Ook een baan waar ik ben alleen! Oh, ik ben niet alleen. Ik dacht even... Maar ik zie volgens mij andere gezichten nu. Nou, welkom. We gaan gewoon mensen begroeten nu. Ik ga gewoon elke ronde nu iets zeggen. Oké, ik kies voor de goudmijn en nog 1 iemand. 2 kiezen voor de piste en dan hebben we 1 met de circuit. Nu zijn we met weinig trouwens. Ze hebben... Oh, er komt nog een lading mensen aan. Eentje met paars haar. Ik herken geen enkele meer. Zit iemand van de chat? Doet er ook iemand uit de chat op dit moment nu mee in de race? Laat ook even weten elke keer wat je voortgang is. Hoe het gaat. Welke baan je hebt, welke positie. Oké, we gaan de Wario's... Hoe heet die ding? Wario's Winterberg doen. Oké, Lieke, DJ, Laura, Nick Fleck, Marley, Baranos, Slayer, Lorenz, Glue, Missy en Gameboy. Missy heeft iets meer gehad. Maar je hebt toch ook geen Nintendo Online? Of heb je het inmiddels wel? Hier geen cadeautje. Net ging het op zich aardig, maar ik ben natuurlijk met nu een zooi mensen, dus ik heb geen idee. Ik ga het zo lezen. Ja, yes. Misschien nog niet altijd. Boost. Ik ben niet nee! Als je een ster hebt, die pakt iemand. Oké, weet je wat nou ook nog mooi is? Is dat zometeen komt dat lastige stukje met die bomen en ik heb een kogel. Dus ik ga hem dan even op de schoolpot. Ik pak daar een ding op. Als het school komt, dan kan je zo in de bomen kwijt zijn. Kijk, ik heb al die bovenstammen niet te doen. Heerlijk! Super nice dit. Thank you.
niet hier. Godzakken. Hier, die voor je. Goed zo. Oh, ik heb van twee mensen een groene schild geraakt. En zevende. Oké, niet de top, de bovenste helft. Maar wel de bovenste van de onderste helft. En dan ben ik hier niet de enige met bewegingsbesturing. Ik ben normaal de enige met bewegingsbesturing. Oké, Annette heeft gezegd, nu twee races gehad. 1 keer 9 en 1 keer 3. Oh. Ja, Excite Bike Arena. Dat is de mijne. We gaan er even hallo zeggen. Zo. Oh, ik hoop echt dat ik gewoon iemand tegenkom die we kennen op een gegeven moment. Want ik ga nu mijn derde race doen. Hierna krijg ik mijn vierde race en dan word ik gewisseld van lobby. Dus dan kom ik weer bij een hele nieuwe club mensen. Geef me de Excite Bike Arena. Yes. Oké. Ik wil zeggen tot 3, maar dat durf ik niet. Maar daar gaan we wel voor. Maar in ieder geval, ik wil wel bovenste helft blijven. Nu 1 keer 7 geworden, 1 keer 16. Ik moet het volhouden. Ik kan het, Kim. Ja. Goeie start. Yes. Nee! Oh, bij mijn mooie sprong ging ik nog eens. Allemaal boosters. Jee, ik ben 9. Ik ben maar 1 keer gekocht op een schild. Wat is dit? Oké, afsnijden. Die zag ik. Die zag ik te plan worden. Oh, nu wel even achter. Zie je? Super. Oké, gaan we. Nee! Godzakker. Dit is de bocht waarbij je kan driften. Ik pak de dubbele nog een beetje gepakt. Ik heb weer boosters. Stop. Ik hou van. Ik kan het mooi inzetten bij de bocht. Ik wist het niet voor die. Nee! Zakker, dat nog een banaan. Daar gingen mijn boosters. Ik ga afsnijden, dit is een mobielster. Jump! En jump! En jump! Oh, ik heb een bril. Die de eerste is, maar ik heb zo meteen dat ik hem hou. Dus weer alsjeblieft. Heerlijk. Ja, nog even iemand ingehaald. Weer 7e. Oh. Deze ging op zich best goed. En dan 7e worden. Ik ben in ieder geval niet verder gezakt. Ja, ik was natuurlijk die 3 boosters kwijt. Daardoor kon ik die ene baan niet afsnijden. Maar ja, maar net zegt lekker bezig, Kim. Maar jij doet het beter. Jij bent een keer 3e geworden. Oké, ik ga voor het stadion. Ik ga hem even wat leuks zeggen. Succes. Wat wordt het? Alsjeblieft, het stadion. Nee. Wat is dat voor baan? De woestijn. Oké, dit is wel mijn laatste. En dan word ik gewisseld naar een andere club, mensen. Hier, geen cadeautje. Er zit een ploeg op mij. Het eerste cadeautje van de baan mis ik elke keer. Twee.
wel op gebruik in het volgende stuk. Omhoog. Dat is leuk met de regelsbesturing. Als je dus je controller te veel naar beneden draait. Of niet gewoon rustig naar beneden. Wat anders nu? Oké, ik heb weer gehouden. Oh, ik heb er nooit zo vaak een blauw schild mogen afschieten. Op zich nog wel oké, maar ik ben gewoon tiende. Jeetje, die 1 op nummer 1 heeft 94 punten. En ik 22. Hoi Sharon, doe jij ook mee met de Summer Cup? Oh kijk, ik ga de wissel. Ik krijg de wissel. Bij wie kom ik terecht? Domien. En Bart. Gaan we gewoon een kartbaan. Oh, ik mag niet meer praten. Ik wilde ook nog praten. En Bianca zegt, ik heb nog niet eens een melding gehad. Nou ja, zegt Twitch. Ik ben al een half uur live. Patrick, Gina, Bart, Thijs, Larissa, Player, Domin, Ninja, Sven, 9 en Leroy. Oh, we zijn met z'n tienen. We missen er twee. Oh, weer deze. Die heb ik net al gehad. Okay. Ik spring er altijd te vroeg. Ik krijg toch niet eens een boost. Oeh, nieuwe volger. Ik ga je zo meteen bedanken. Even langs deze gladde gedeeltes heen. Maar welkom. Zo. Gary Miller. Hé, hey, die naam ken ik. Ben je ook aan het streamen? Wil je ook aan het meerezen? Omdat ik deze baan dus net al een keer heb gehad, dat ik misschien nu wat beter ga. Ik wist wel dat ik een beetje bang ga gaan. En Sabina Crossing, ook welkom. Die is op dit moment ook aan het racen. Heel luid gezet. Oké, zachter. Zo, sorry. Ik ben een paar streams geleden overgegaan naar een nieuwe layout, maar hij had capture card audio nog heel luid staan. Thanks voor het melden in ieder geval. Heb je er wel lekker kunnen genieten van, dus van de muziek van het spel. Oh ja, even hallo zeggen. Zo. Ja. Oké. Heb je niet gehoord, maar voor de rest wel lachen. Moet ik me hier houden? Oh, Bianca gaat hunten. Heb je een voorkeur? Ga je specifiek voor een bepaald iemand hunten?
Sharon zei, het gaat wel lekker en ik hou mijn mond wel. Oké. Okay. Oh, ja. Blue Jay en Matt is in mijn pool erbij gekomen. We zitten weer met 12. Race 6. Gaan we. Woo! Ja, die is van mij. Haha. Draaien. Oh, kak. Ik dacht dat ik een rood schild had. Nou, nee. Het is heel leuk hoor, dat je op mensen kan knallen, dat je een boost krijgt. Maar daar ben je dan niet altijd op ingespeeld. En dan knal je vervolgens ergens zo, die bananen vlak voor mijn neus. Hou ze even bij je, Larissa. Bananen zijn gezond voor je. Oeh. Ja, lekker dan. Ik had toch rode schilder om me heen. Ga je nou bovenop landen? Dat valt me mee. Hier, rood schild voor Thijs. Oké. Nieuwe poging. Langs de rand. Ik vind dit zo lastig met bewegingsbesturing. Oh ja, hier lagen die bananen. Die moet je wel voor ontwijken. En spring. Ik wil die dubbele. Yes. Nou heb ik wel een rood schild weer achter me hangen. Oh! Ik ben tweede. Maar ja, we zijn er nog niet. Ik moet nog een heel rondje. En daar gaat een blauw schild naar mijn voorganger. Oké, dames en heren. Ik wil even dit moment om te zeggen, ik sta op dit moment eerste. Hoe dan? Gewoon eerste. Ik ga er niet vanuit dat ik eerste blijf dit hele toernooi. Maar... ja, zie je? Er komt alweer een rood schild mijn kant op. Race. Ja, zie je? Ik heb er even van genoten dat ik een gedeelte van de baan eerst heb gestaan. En nu word ik door voor Annas gepakt. En nu sta ik alweer zesde. Draaien. Zo. Oké. Nou, vijfde. Alsnog fijn, maar ik stond gewoon eventjes eerste. Bianca zegt niet echt, behalve dat het een diersoort moet zijn die je nog niet hebt. Sharon is hem aan het aanmoedigen. Miss Divi Kim, daar stond een muurtje. Bianca, oh kak, 7 uur geweest. Hunt is schorpioenen. Ja, daar heb ik nog vrij weinig ervaring mee. Ik ben natuurlijk opnieuw begonnen. Hey, Miepukkie. Miepukkie is te laat. Doe maar rustig aan hoor, mensen. Niet eerlijk, zegt die Domien. Volgens mij was jij boven mij geëindigd, vriend. Ga je ook racen met de Summer Cup? Ik hoor hem nog steeds een beetje kraken. Ik weet niet wat het is met die Switch. Nou, Annette, weer derde. Jeetje. Even kijken. Oh, we hebben iemand uit Engeland. Hallo. Of naar het Verenigd Koninkrijk. Ik dacht dat dit voor de Benelux was. Oké. Gaan we. Dit is op zich een baan die ik wel kan. Go. Hoppatee. Oké, derde. Het gaat goed. Nou, godsamme, rot op met die schilden. Ik had niks om het te verdedigen, ja. Oké, dan gaan we draaien. Los. Yes, daar hoopte ik al op. Dat hij net voor mijn neus nog zou verschijnen.
Hoppatee, 4 boosts. Hup, afsnijden, nog een keer afsnijden. Ik sta nu tweede. Oeh. Maar ik zie niet eens degene voor mij op dit moment. Oh, daar gaat een blauwe. Oeh, kak, kak, kak. Hier. Hap, hap, hap. Oeh, nee! Waarom zie ik die bom altijd te laat? Oké. Okay. En los. Ja, die gaat voor de dubbele kak. Dat is altijd mijn tactiek. Die dubbele links. Nee! Jongen, 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 jongen. Nee, kak. Ik denk, hé, daar ligt daar een boost, maar die pakt met. Zeven op dit moment. Zesde, vijfde. Hé. Hey. Kunnen we zo doortellen? Terugtellen? Tiende? Nee! Zo. Kom maar, kom maar, kom maar. Yes! Oh ja, ik had nog een ding. Dus een beetje nutteloos voor die dubbele te gaan. Oeh, dit is wel heel fijn. Nog even die gouden boost. Zo vlak voor de finish. Even mooi afsnijden. Hoppatee. En wat ben ik? Zevende. Oh, Sharon krijgt nu de melding van Discord. Dagmar zegt, ik race niet mee, want ik word toch laatste. En Miss Divi zegt, hé, dat is wel eerste van onderen. Nou, ik ben tot nu toe nog geen laatste geweest. Ik had echt verwacht, nou, ik word tiende, elfde, twaalfde. Boerenland. Ja. Momo Meadows. Nou, er zijn weer wat mensen uit de lobby verdwenen. Gaan we het met z'n vijven doen of komen er nog mensen van een andere lobby nu bij ons gedropt? Puntentelling is ook anders natuurlijk met minder mensen. Volgens mij krijg je dan minder punten als je eerste bent. Dat weet ik even niet zeker. Oh, kijk, komen er nog twee bij? En ze kiezen allebei voor Boerenland. Toppertjes, toppertjes. Yes, mijn kaartje. Blue Jay met Luke, Louis, Knol en Niels. Race 8. Nou, daar gaan we. Maar we zijn met 7 nu. Ja, ik heb er tenminste 1. Hoppatee. Hey, oeh, ja. Ik dacht, ik val er net naast, maar hij pakte hem alsnog. Dat is wel fijn. Tegen dat hekje op. Even achter de koe langs. Hoppatee. Oh, iemand is ook met banaan gereden of zo. Waarom lukt dat bochtje me niet meer? Vroeger ging ik best wel soepel doorheen. Maar nu blijf ik elke keer tegen dat hekje aan stoten. Dit circuit ziet er echt super schattig uit. Ja, en het heeft ook een nostalgische vibes voor mij. Want hij komt van de Wii. Ah, kak. Ik mis een cadeautje. Ja, met daar, dat hek staat daar nog steeds, hè? Dat stond er net al. Nee, 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 nee. Kak. Waarom? 9 van de 10 keer. En dat is echt waar. 9 van de 10 keer. Als ik in een bom beland, dan komt dat omdat ik een boost heb gebruikt.
En dan was ik gewoon diezelfde bom misgelopen als ik mijn boost niet had gebruikt. En als ik die ster had ingedrukt, dan had ik geen last gehad van die bliksem. Verdorie. Pak hem niet, pak hem niet. Haha, die is van mij. Ik haal hem nog in? Toch? Haalde ik hem nog in? Yes! Maar zie je, dit is wel een beetje oneerlijk. We spelen niet met 12, maar met 7. Dus je krijgt er nu veel minder punten voor. Beetje jammer. En ik kan nu wel heel trots zeggen. Oh, ik ben 7e. Ja, van de 8. Ja. Ik snap aan de ene kant dat ze geen CPU hebben toegevoegd. Maar aan de andere kant denk ik, had dan CPU moeilijk gedaan. Nathan zegt hoera. Wat kunnen we eigenlijk allemaal zeggen? Oh, ik kan niks meer zeggen. Daar is echt te weinig tijd voor soms. We zijn nu met 10. Pling, 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 pling. Yes, top. De baan die ik ook wilde. Donutvlakte 3. Zit er eigenlijk ook een donutvlakte 1 en 2? Heb ik nooit op gelet. Ik zie hier ook geen bekende namen zo snel tussen staan. Ik zat ook niet helemaal op te letten. Oké, race 9. De laatste 4, jongens. Ik zit in het laatste deel. Voor mij geen wissel meer. Wie weet dat er nog zometeen mensen naar onze lobby worden gewisseld. Hallo. Hey. Nou. Ik krijg voor de brug bananen. En na de brug was ik ze allemaal al kwijt. Omdat mensen tegen me aanknalden. Ik wil die dubbele. Yes. Oeh. Nou, laat dat dan even een leuke zijn om te krijgen. Yay. Boost. Ja, ik wil niet iemand... Als ik een beloning van iemand jat, dan mag het wel wat meer zijn dan een muntje. Oh, daar heb ik zo'n mazzel mee. Dat die bliksem ging af. En 2 seconden daarna raak ik een dubbele cadeautje. Dus heb ik gewoon alsnog alles. Thee. Ja, jou ook even raken. Oké, laatste rondje. Oh, ik zie daar nog net de voorganger het hoekje om gaan. Zo, die ging goed. Ik mis die cadeautjes, dat is wel jammer. Oké, nou moet ik het even goed doen. Thee. Daar mooi doorheen. Die inhalen. Nee, inhalen. Nee, weg jij. Weg, weg. Nee. Jongen. Ik had 4e of 5e kunnen worden. En ik bot zo tegen iemand met een ster op. Maar alsnog 6e. Ik wou zeggen bovenste helft, maar we zijn met 10. Dus het is niet bovenste helft. Ja, het is er net voor de finish, hè. Oké. Volgende. Sprintlint. Tic-tac-klok. Nou, die niet. Die hebben we al gehad. Sprintlint vind ik ook wel leuk. Maar het is ook wel een lastige baan. Omdat je er ook best wel snel af kan donderen. En daar heb ik normaal niet zo'n probleem mee. Maar we zitten met nu best wel goede mensen. Ja. Oké. Het wordt sprintlint. Mijn keuze had geen reet uitgemaakt, want het is toch het kaartje van iemand anders. Ah, net mocht niet finishen deze keer. Zie ik een bekende naam staan? Nee. Race 10. Ah, het is gewoon al bijna klaar. Ik heb hierna nog 2. Pieuw, pieuw, pieuw. Go. Ja, hallo. Gelukkig wel een cadeautje dit keer.
Oeh, die ging lekker. Ik weet dat je hier van die afsnijbaan hebt, zoals hier rechts, met die blokken. Dat is mij nog geen enkele keer gelukt. Dat gaan we ook vandaag niet proberen. Dan moet ik maar een keertje oefenen op een ander moment. Zo. Ja, knal het even maar aan. Ik heb mijn haantjes. Nee, niet die kogel, die andere. Hoppatee. Oh, ik heb ook een ster. Oké, dan droppen we die en dan kan ik een ster indrukken. Zo. En dan net niet die dubbele. Niet eraf, niet eraf. Nee, nee. Ook niet aan de andere kant eraf. Oké, weer een ster. Hup, iemand van de baan. Nee, niet zelf. Oké, dubbele, 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 dubbele. Ja. Oh, de boost. Nice. Oranje Pro. Doe maar. En natuurlijk, ik knal gewoon recht op dat figuurtje af. Oh, hier. Alsjeblieft, allemaal bliksem voor jullie en niet voor mij. Kijk eens hoe klein jullie zijn. Hé, wat vervelend. Oh, ik ben wel 12e. Dat is wat minder. Elfde. ik moet gaan bijprinten, helaas. Deze baan vind ik... Hè? Je moet gaan bijprinten? Wat bedoel je, Bianca? Oeh. Gaan we weer voor die? Nee, ik ga een keertje voor die. Die hebben we nog niet gehad. Nou, er zijn ook anderen die Excitebike kiezen. Oh. Ik wil het zeggen, maar ik was te laat. Oh, je noemt me als bijprinten. Oké. Okay. Nee, Miss Divi. Nee. Nee. En al helemaal niet die regenboogbaan. Dat vind ik de ergste van de drie. Kijk, nu is de kans. 3 keer dat het een Mario Kart ding wordt. 4 keer de arena. En 1 keer geen idee. Het wordt de arena. Ik dacht, ja, ik heb hem al gehad. Het is ook wel leuk om wat anders te doen. Aan de andere kant is het wel mijn baan. We zijn weer met 7. Ja, hallo. Waar zijn mijn puntjes? Ik wil meer puntjes. Oh, ja, goed zo. Knal maar tegen mijn banaan op. Vinden we niet erg. Keurig er tussendoor. Een banaan en een muntje. Are you kidding me? Ik weet dat ik eerst zou staan, maar kom even met wat beters. Ja, hallo. God, zie mij. Hier, die voor je. Nee! Jongen, jongen. Niet eraf, niet eraf, niet eraf. Nee, ik zei niet eraf. Ik stond gewoon net eerste. En nu... 5e klik, niet dramatisch, maar van... Van de 7. Oké. Okay. Even een boost bewaren voor het einde. Nee, hij is afgepakt. Verdorie. Ach, ja. Daar ging waarschijnlijk diegene met mijn boost. Ik wil je boosts opeten. Ster, ook goed. Dat was een sneaky schijnbeweging.
Ik ben gewoon zevende, hallo. Daar doen we even niet aan, hè. Hier, nou wil ik een goed cadeautje terug. Geen muntje, kijk, een boost. Oeh, hoezo had ik daar geen last van? Oh, dan zet ik hem ook nog verkeerd in. Dat is wel kak. Nee! Nee, 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 nee! 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 Oh. Alles. Oh, we zijn met 8. Ik ben nog niet laatste. Ik dacht dat ik laatste was. Oké. Okay. Ja. Toen kreeg ik een schild. En nog iets over me heen. En nog iets over me heen. Die. Laatste. Doe maar rustig aan. Elke keer voor de finish. En het kakken is, je moet in het begin zorgen dat je in de topgedeelte zit. Want als je in de middenmoot zit, dan krijg je alles op je dak. Oh, er vliegt er ook nog één uit. We zijn maar met z'n vieren. Ja, zo krijg ik geen puntjes, jongens. Dorksaurus, Joek en Jip. Daar ging mijn voorsprong. En dan ben ik in die baan nog eerste geweest, hè. Ergens in ronde 1 of zo. En dan 1 en laatste worden. Oké, mijn laatste. Ik had in het begin, ja, ik had de hoop het beter te doen. Helemaal toen ik er eenmaal op zich wel lekker in kwam. En dacht, oh, dit gaat beter dan ik had verwacht. Want eigenlijk had ik gewoon verwacht, nou, ik kom met echt de hele tijd vet goede mensen in een lobby. En ik ga 11e zijn, en ik ga 10e zijn, en ik ga 12e zijn. Maar toen het in het begin best lekker ging met 6e en 7e worden, toen dacht ik wel van, oh, gaat best goed. En dan is dit wel weer een beetje dat je denkt, nee, ik voel me wel weer een noob. Ja, hallo. Oh, zo, de Dayuk Express. Oh. Die had een groen schild achter zich hangen. En die ging gewoon vlak voor mijn neus opeens voor me rijden. Dat moet ik onthouden. Die tactiek moet ik ook weer gaan gebruiken. Ja, die banaan is niet voor mij. Nu heb ik daar wel een cadeautje. Weet je? Hier, Joek, die voor je. Hoppatee. Payback. Och, joh. Oké. Okay. Nee, 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 nee. Nee, dubbele voor mij, dubbele voor mij. Nee, nee! Jongen, jongen, jongen. Ik heb het warm. Nou ja, dit was hem al. Vierde. Oh! Vierde van de vier. Ik ben gewoon laatste. Dit vind ik dan wel irritant. Nu word ik in een nieuwe lobby gezet. Om vervolgens te zeggen, ja, maar je hebt je 12 races gehad. Dus hup eruit. Ja, leuk Miss Divi. Eerste van onder. Jongen, jongen, jongen. Waarom ben ik aan het toekijken? Moet ik eerst toekijken hoe andere mensen aan het racen zijn? Om mij vervolgens te vertellen, ja, je hebt je 12 banen gehad. Dus we knikkeren je eruit. Ik vind dat systeem heel tof hoor. Dat je zeg maar van lobby's kan wisselen. Dat je dat kan instellen. Maar het werkt niet zo goed aan het einde. Want je kan dus instellen dat je elke je vierde, je zesde, je achtste of zo lobby kan je wisselen. En Nintendo heeft dus ingesteld dat per 4 lobby's word je gewisseld. En dan hebben we dus een race van 12. Dus dat betekent dat ik in 3 lobby's terechtkom. Maar dan ziet hij, hey, dit is je 12e race. Dus we gaan weer wisselen. Je hebt weer 4 races in 1 lobby gezeten. Dus je moet gewisseld worden. Dus dan word ik nu gewisseld naar een lobby waar een race bezig is. Om dan vervolgens nu de melding te krijgen, ja, je hebt alle races gedaan. Zie je? Tada! Je hebt het aantal ingestelde rondes of races voltooid. Okidokie. Ja. En Fariado, dankjewel voor het volgen. Welkom. 50ste. Zijn het mijn punten of is dat mijn positie? Ik krijg niet eens mijn positie te zien. Ik heb 50 punten.
Jeetje, de top 20 zit gewoon op 141. Oké. Okay. Hey, Sakar, die naam ken ik. Die staat gewoon dik eerste. Kennen we nog meer namen? Puppy Ghost, hey! Puppy Ghost, 14e. Wat goed. We kennen gewoon mensen in de top 20, jongens. Jeetje. Oké, okay, nou, dit was dus mijn poging met het toernooi. 50 punten. Ik krijg niet eens mijn positie op de ranglijst te zien. Dat vind ik wel jammer, want ze doen dat zeg maar in het klassement. Laat ze alleen de eerste 20 posities zien en de rest wordt weggekaapt. Dus je kan ook niet dat ze zeggen, oh, je staat, weet ik veel, 103 of zo. Ik zie ook een Leroy op 2. Zou hij dubbel meedoen? Nee, nou ja, Leroy is niet echt bepaald een onbekende naam of zo. Dus ik denk dat dat gewoon een andere Leroy is. Hoi Marie. Nog even lurk op het einde. Nee, zijn Switch heet natuurlijk Puppy Ghost. Dus hij rijdt als Puppy Ghost. Maar wel geinig om te zien dat hij in de top 20 staat gewoon. Ja joh, Annette. Wrijf het even in mijn gezicht. Gewoon 2 races eerste geworden. Thanks, hè? Ja, je zat maar met 4... Ja, ik zat ook met 4 mannen. En wat werd ik? 4e. Dat was enig. Oké. Voor mij is het nu een kort streampje. Gewoon lekker een uurtje. Want ik wilde gewoon even meedoen met deze Summer Cup toernooi. Nou heb ik begrepen dat er dus ergens in oktober komt er de... hoe heet het? Ik moet even zoeken, hoor. Want ik had het op Twitter gezet. In oktober komt fall? Of autumn? Hoe hebben ze het genoemd? Ja, autumn. Dus in de herfst. Een herfsttoernooi in oktober, maar de datum weten ze nog niet. En we krijgen in januari van 2022 een wintertoernooi. Dus ik vind dit leuk. Ik ga dit dan in de gaten houden. Dan ga ik ook meedoen met herfst en winter. We weten nu 50 punten. Wel een mooi rond getal. Dan gaan we voor de herfst gewoon voor meer. Het moet gewoon meer dan 50. En niet meer laatste worden. En domme fouten maken. En cadeautjes missen. En van de baan afrijden. En dat soort dingen. Ja, gaan kijken of er vooruitgang is. Bedankt in ieder geval voor het kijken. En voor de support. Ik heb wel een support gehad van jullie. Bianca voor je subje. De volgers die erbij zijn gekomen. En de waarschuwing dat dus een deel van mijn stream te luid was. Dat moet dus even... ja, heel leuk joh. Nieuwe layout. Alles moet je weer nalopen. Maar thanks. Was zeker gezellig. Maar bedankt voor het kijken. Thanks voor je support. En tot snel. We'll be right back.